Ja, de kans dat dingen misgaan vanavond of dat het niet gaat werken is redelijk groot. Oké. Okay. Dat hoort erbij. Dit is een PCR-apparaat. Dit is dan de open PCR. Hier aan deze kant kan het. Die is dus ook open source en daarom heet hij ook open PCR. Wat hij in feite doet, als we hem open kunnen krijgen, is de temperatuur reguleren. Zeg maar 30 keer heen en weer gaan tussen een bepaalde temperatuur. Maar ik weet niet hoe die open gaat eigenlijk. Het ziet er heel erg huistuin en keuken gemaakt uit. Volgens mij was het ook gewoon een bouwpakket. We have invited people online and in our networks to work with us for an open community wet lab here in this space. PCR is basically making many, many copies of DNA. It's just a multi-copy machine. The copy machine is the polymerase, and what you need is some kind of original kind of template. It's also called a DNA template. And the ink that the copy machine is using are dNTPs, or called dNTPs. So little chemicals, little parts of DNA. And the polymerase needs a starting point, and that's what's called a primer. And when normal DNA is in the machine, it looks like this. It's double-stranded, so two strands of DNA attached to each other. Then when you heat it up to 95 degrees, the DNA separates. And the primers, so the begin points of the polymerase, they can bind to the DNA when you cool it down to 50 degrees. So first the device heats to 95, then it cools to 50. And then when it heats up to 72 degrees, the polymerase comes active and extends the DNA, and it will just write it. And this cycle will be repeated many, many times. Every step, there's the amount of DNA doubles in the end, and you have about 21 cycles, you already have 2 million copies. Because if you have little DNA, you cannot see it, you cannot find it. If you have a lot of DNA, you can actually visualize it. First, we have to separate the DNA from other materials, and that's done via a technique called gel electrophoresis. And you already see there are a lot of pores in the gel, and when you put DNA in it and apply a voltage, it will run through the gel. If the gel in the middle and some voltage battery supply, and apply the voltage on the gel, and then the DNA will run through it. To visualize that, we'll build a trans illuminator. Then we'll stain it with a little dye. It's called the Cymer Safe. The instructions are: do it yourself or do it together, hopefully. If you go to the meetup website, I've made a hackpad where you can read all the instructions. We're gonna try things that nobody has ever done. If it works, if it all works, then I would be very surprised. Some of the chemicals we have might be a little bit dangerous if you don't know what you're doing. I've never tested it before in this setting, so I have no idea whether it will work. Shall we make this table clear for the PCR machine? Yeah. And make that table clear for the gel wing? Look, this is the fab stuff. It costed 70 pounds. Yeah, the filter. Yeah, dit is ook een open source bouwpakket, net zoals de open PCR. Ja, dus bestel je op internet. Je zou het ook zelf nog kunnen aanpassen of uitprinten met lasercutting bijvoorbeeld. Ik moet eventjes op de website van IL Rodeo naar de blueprint, naar de manual gaan zoeken om het apparaat in elkaar te zetten. Dit is het printplaatje waar allemaal ledjes op komen te zitten. Die ledjes moeten er allemaal opgezet worden. In dat doosje moet het worden ingebouwd. En dan hebben we hier een aantal filters met verschillende brekingsindex. Zodat je Cyber Safe en Biomet kan gebruiken. We're going to calibrate and set up the open PCR device. And therefore we need to load some software on it. And then we will do a test run. Een van de doelen vanavond is ook om chemische varianten te vinden die je gewoon uit de supermarkt of uit de dierenwinkel kan halen. Die heel goedkoop zijn, zodat je dat ook als hobbyist kan doen. Ja. Dit is in ieder geval wel de Blue LED Illuminator kit. En dat is wat wij in elkaar gaan zitten. This is the first time we're doing it? Yes, this is the first time we're doing it. That's a mythical thing about PCR reactions, they tend to fail for no reason. And if you redo the same experiment, it works. So there's something with, I don't know, the moon and I don't know, the energy in the room that also contributes to the
the reaction? The teeth, when she's trying to get people to give her teeth, and she made something else out of fat and things. Mm-hmm. A kind of ethics in bioart panel that she's trying to kind of set up, like a bit like an ethics advisory committee, but for artists. It is the blue LED transilluminator, but I need the design files. Every cycle the machine goes through, the amount of DNA is doubled. Okay. So you start out with one piece of DNA, then it makes and two. And it's an exact replicate? Yes. The machine actually just heats and cools. Okay. But the reaction that's going to be done in the machine, that it's driven by temperature. Okay. Thanks. If you want, we can make the first reaction mixture. It's just naked DNA. Well, naked, it's just pure DNA, so it will actually be broken down by, also by your hands, by anything. Mm. So it's actually quite vulnerable. Your cells have a kind of natural immune response to foreign DNA. It breaks it down, yeah, destroys it. Ah, it's next to the cheese. Next to the cheese. This is package here. Actually, quite expensive, because the polymerase is quite expensive. So I think this kit was 150 euros. I'm looking for some design files of the PCB board for the transilluminator. Yeah, we have all the parts. They send us the parts, but not the instructions. The instructions to. No, it's not an IKEA. Maybe. Well, it is. Okay, but then we need all the permits there are for the genetic modification, for running a lab, so that's not going to be easy. I don't know. We'll see. I'm not sure. I don't really know. That is one of the filters. It sits above. Yes. I think you can order this on the internet, right? Online. Yeah. And dit zijn helaas geen open source chemicaliën, maar. Hopelijk gaan we die ooit zelf maken. Ja. Dus de stukjes van 100, die zullen minder ver, die zullen verder komen dan de stukjes van 1000 die boven in het gel blijven zitten. Ja. Je krijgt dan een doosje zonder instructie. En dan moet je de instructie op instructables.com zoeken. Dat was niet heel duidelijk gelinkt, maar daar waren we dus eigenlijk snel genoeg achter. Yes, is soldering the LED light for the electrophoresis. Do you think it will succeed? Yes, of course. Can we all do it yourself? Yes, with some training, of course, yes. So the expert does this in 5 seconds, all of them, huh? Who's the next pipetter? Ik wil wel. I'm really curious to see if it works. So we expect to see the 1000 base pair part higher on the gel than the 500 base pair. So you can use that for crime scene investigations, you can use it for archaeology, you can use it for, I don't know, determining whether your father is your real father or not. There's so many applications, and that's why it's a multi-billion industry, PCR reactions, because it's so specific, you can really measure something you're looking for. If the DNA is just a tiny bit different, you need a different solution. Yeah, that's what the primers are called. You need a different primer. For each specific target. You can print drive this printer so that you can make that circular. Dan stoppen we hem hierin, gewoon drukken, om het te plakken. Ja, ik heb zelf al letjes meegenomen. Oké. En ja, dit is in plastic. Nee, ik kan net zeggen dat het een beetje sociale werkplaatswerk is. Maar... Je doet echt op de tast. Hi. Hi Mark. Yeah, good. So let me introduce ourselves. That's Urs. Hello, nice to meet you. Hi Urs. That's me, Mark. Hi. Hello Mark. And we're starting also to get wet, so we got some containers. So there's lots of hackers next door. It's a big space. So this small space will be the wet lab. I think do-it-yourself biology is very much strongly influenced with agar. And agar is something you can eat. The role of agar is various. It's the duct tape of the biolab. And I think you already got introduced to something. Right. Yeah. I think you just did, did you? Yeah.
cup. And you glue it a little bit with hot glue. You get it in an architecture model shop. It's very useful. You can also build stands for your Eppendorfs. So that's already good. So now we have to start cooking the agar. So I bring you over there. As we have to melt it's the easy agar. To get. And you've seen the agar is like this. You have some sheet, yeah. So we cook some water. I already started it boiling. It's about 200-300 mils. Add agar. And gel milk. And I should have been so done this. This is something at the bottom. I'm putting the samples in, and then we mixed all the ingredients in here, and then we're going to put it in the machine and heat them up and cool it down again. Dus we gaan hem nu verhitten en dan weer verkoelen in bepaalde cycles. So make sure it doesn't touch completely to the bottom of the compost. So, and we could also use brown. It looks like ugly greenish yellowish brownish. And now we very gently fill in the salt water from the side. Thank you. So good luck your workshop. We're gonna replicate the things we just saw. We're gonna make the mold for casting a gel. Unfortunately, we don't have hot glue, but we have double-sided tape. There is nobody said it's gonna be easy. This is not the difficult to do. Supply only is 20 volts and it's 2 hours. Yeah. This is the do-it-self kit from IO Rodeo. Here can you also. Alhoewel ik dus niet precies weet waar je nou de agar-agar gaat steken. Uiteindelijk runnen we de gel om dit en dan het eindresultaat geven we daarin weer. Waarom geeft meer volt sneller resultaat en niet meer ampère? Meer volt gaat DNA harder van lopen. Zo. Cool. Battery pack. 50 volt, ja. Wacht. We can test the pH of the pH paper. I got from China. My close friends. Cool. Gotta love eBay. Huh? Moet hij heel stevig zijn? Nee, als je iets van 40 euro of zo. Ja, dit is 480 nanometer. En dit houdt alles tegen tot 550. Ja. Hoe gaan we dit lijmen? Vaker dan in de wetenschap doen dat het goed gaat. Dus okay. Maybe you can stir it a little bit and we can pour it. Oh, you even have a spoon for it. That's perfect. Maybe with some. Is it ready? Or? Yeah, it's like almost like water. Hoe lang ben ik nog daar? Oh, wow. Oh yeah, I'm ready. Let's make some space. Just pour it in. Not too much. Okay, it's okay. We can make a second one. It's this one. We zijn een gel aan het casten. Wat zoveel betekent als we gaan doen agarose in een speciaal vormpje, zodat we straks het DNA erin kunnen stoppen. We hebben ook een kleurstofje aan toegevoegd die het DNA gaat binden. Dat heet CyberSafe. Als je straks het met blauw licht erop schijnt, dan gaat het net een andere frequentie licht uitstralen. Het verdeelt niet zo mooi. Ik zit om te lachen. Right. Oh, zo is niks. Gel geworden. Yes. Dan wordt het niet één laag, hè? Nee, ja. Maakt het wel uit, denk je? We zullen zien zo.
Dat moet eerst nog wel stoel in. We kunnen vast een beetje water eromheen doen. Dus ja, dan gaan we een buffer maken, maar nu is het gewoon nog water. Even voorkomen dat de gel uitdroogt, want anders gaan de DNA er niet meer doorheen. Maar raakt het niet. Niet? Nee, net niet. Ja. Nou, precies goed. We hebben wat elektrolyten nodig, want water is een beetje een slechte geleider. En als je dat zout erbij gooit, gaat de stroom er makkelijker doorheen. I wish I could do something. De running buffer. En zo meteen het DNA in de spanning gaan zetten. Ik weet alleen niet precies hoeveel we nodig hebben, dus eigenlijk doe ik maar wat. Ik weet niet. Dat koop ik gewoon op eBay. eBay van mijn vrienden uit China. Dit is 50 cent. We gaan even kijken. Ja, ik wil eigenlijk 7,5 hebben. Eerder bij de 5 dan bij de 7,5. En dan gaat de pH omhoog. Toko. Chinese toko. Ik heb geen idee hoeveel erin moet. Het ziet er al beter uit. Kijk. En hierin stoppen we zo meteen het DNA. En eigenlijk wat dit spul is gewoon even wat zwaarder dan water. Het is gewoon glycerol. Koop je bij de supermarkt ook maar bij de drogist. En als je dan het DNA met de glycerol in het gel stopt, dan blijft het netjes in liggen. Ja, er is een kleurstofje bij, want dan kun je het zien. Ja. Run complete. Hoeveel DNA loading buffer ik erbij doe? 10 microliter. Oké. Zo, dit is het kleurstofje. En nu gaan we deze samples in deze gel stoppen. En hem dan runnen. Pretty big holes in the gel. Dit heb ik duizenden keren gedaan. Maar nooit op deze manier. Nooit met een te grote handschoen. Met een handschoen hacken. Dat was alleen de kleur. En nog even los laten schieten zo. We gaan eerst de cyber proberen. Als we daar niks mee zien, dan ga ik wel de andere DNA loading buffer. Alright. We hebben het DNA geamplificeerd. Zo. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat duct tape waterresistent was. Oké, dat is afhankelijk van wat je wil hebben. Nieuwe. Ligt het tape? Nee. Oké. Oh, er is nu wel één randje afgebroken van de. Kom eens, doen we gewoon een blokje daartussen. Ja, dus we gaan nu de gel of de DNA in de gel doen. Ik ben heel benieuwd of het erin blijft liggen in de slotjes. Even zien of het een beetje in de gel wil. Oh. Je mag alleen niemand meer tegen de tafel aanstoten. Het enige wat je niet wil is dingen opnieuw doen. Ja. Kijk, zie je dat de elektrode ook blijkbaar van koper is of zo? Want hij verkleurt. Ja, dat ding oxideert nu als een malle. Cheap Chinese ding wat jij hebt gekocht. Nou. Zien we al het DNA bewegen door het gel? Ja, hij loopt daar al. Ja, hij loopt daar al doorheen. Je ziet ze lopen, hè? Maar we hoeven niet helemaal te rennen, we kunnen hem een klein stukje doen. En daarna kunnen we hem onder de gel leggen en kijken of we het DNA zien. Je ziet wel van mij de kleurstof al die kant op lopen. Mm-hmm. Dat moet ook. Ik maak me alleen een beetje zorgen over de koper die van de elektrode afkomt. Ja, eigenlijk moet je platina met hebben of een ander. Is dit? Ik weet niet of het genoeg spanning op staat om de hele voedsel te laten lopen. Ja, ik denk wel even ergens een edelmetaal vandaan moeten proberen te vinden. Dit is de pH aan deze kant van het waterbad. Ja, plus is daar, hè? Ja, en hier, dat is de andere kant. Maar wat heeft ze extreem basis vloeistof nu voor effect op het DNA? En ik denk dat het DNA niet zo goed loopt daardoor. Kunnen we het cancelen, geheel? Nee, dat kan niet. Ik kan niet meer terug nu. Ja, we can't stop now. This process is irreversible. Ja, we can stare a little bit, but we don't want the DNA to get out of the wells. We can use a pipe to move some of the liquids from here to there. That's not so smart. That's real. No, it's not a good idea. Hoe gaan we deze? Het gaat natuurlijk echt niet opschieten. het is een mesje, Stanley mesje. Eens kijken wat er gebeurt. Oh.
Hij is nu onder. Hij zit eronder. Shit. Maar het mooiste is dat je dat gele dingetje eruit kan laten. Ja, zo. Ja, zo. Met een plakbandje. Plakbandje, ja. Dit is wel bizar. Heb ik niet eerder gezien. Dat je nieuwe dingen nodig hebt. Ja. Hebben we ook een krokodil? De fix pads. We hebben ook een krokodillenbektangetje ervoor. En hij wil niet echt meer lopen nu, hè? Volgens mij. Volgens mij wordt het ook de vloeistof hier van fix. Zo is hij gewoon. Ja, misschien moeten we hem even stoppen. De batterij is nog niet heel warm. Een beetje. Het is een beetje warm geworden. Ja, je ziet alleen aan het kleurverschil zie je al dat de. Misschien is dat ook niet zo'n goed idee, misschien. Of wel? Dit. Ja, dat het geblokkeerd is. Oh, dat kan hem wel weggaan, maar dan valt hij weer uit elkaar. Ja. Moet ik hem er helemaal uittrekken? Is toch eten? Dat is zo handig. Kijk dan. Loopt echt super hard, ja. Het gradient is enorm. We hebben een klein beetje een potentiaal gebouwd. Hij wordt helemaal groen. Moet je kijken. Ja. Oh shit. Hoe kankerverwekkend is dit? Het is niet kankerverwekkend, alleen het is wel fascinerend. No, it's not cancerous. It's fascinating. Bizar. Dit is really bizar. So, the gel is not running anymore, because... Zullen we deze helemaal uithalen? Ja, ik wil eigenlijk niet... Ik laat ze gewoon los zien, dan komt er geen extra tijd meer doorheen. Hi. Hey. Dat is niet zo best. Dit is een knoop van... Ja, wel. Die electrode oxidized. I'm really going to be surprised to see any DNA moving in this gel. Well, I would be really surprised if I see any DNA moving in this gel. Misschien is het sowieso beter om die te gebruiken. Die batterijen worden stiekem best wel warm. I'm not sure if that's a good thing. Let's retry. Toxisch. Is niet toxisch, het is gewoon koper. Dus het gaat door de wc? Ja, wat is hier mis mee? Niks mis mee. Nee. Zou ik niet doen. We always say the solution to pollution is dilution. Oh, it'll take more voltage to get it through, ja. Is het wel It was not supposed to be like this. I have to make a new running buffer. Sorry. Moet je nog pH meten? Ja, ik denk dat een klein beetje baking soda erbij moet. Dat is net raar. 7. Don't oxidize as fast as the other one did. Well, didn't. Right. Maybe you can use the power supply this time. You see anything changing? No, I don't. It is chain one. This is channel one, I guess. This is the 1, 2, 3, 4. 3 volts is the max. Yeah, because this one, these get a bit hot. Dat is het voordeel bij deze. Kun je gewoon erop her omhoog schroeven. Dan heb je gewoon meer stroom. Dit is plus, toch? Ja. Nou, wat is plus en wat is min? Nou, dan stond hij misschien net verkeerd. Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Maar DNA gaat naar plus. Dus het... Ja, dus het zou lopen. Ja, nee, nu is hij goed. Dat is wel weer. Hoor, er gaat een half meer dan een halve ampère doorheen. Nee, hij zegt net dat deze een grote is plus. Ja. Grote is plus. Dus dat lag hij er net verkeerd op. Ja, maar de pH verandert, dus daar loopt de DNA straks nu. Dus moet je wat meer water bijgooien. Een overstrand bakje met pH. Dus... En gewoon het water verversen. Hallo, hij is over. Still too much. Dit is niet goed. This is not good. This is bad. Add something. I thought it was too dangerous. Because on this side, pH is very high. And on this side, extremely low. Wow. You found a new law of nature, you know how the pH things alter. Maybe you can... Yeah, I can stir a little, but then also the... Wie weet wat er van mesjes afkomt. But it's turning green. Yeah, but the grease is not what's coming up. Right. That's metal. It's a green color, right? It's oxidation. Yeah, it's rust. This is rust. Yeah. Wow, it's smoke. Maybe yes. You can stop. The DNA is in there. We already PCR'd it, right? So we can still visualize it. We can still visualize it, yeah. Yeah. It will not run the DNA because of the pH difference.
So I think in about 5 minutes we can just try and take a look under the transilluminator and see if we can actually see the DNA. If we do, we can say the experiment was successful. Yes. Yeah, but it looks cool anyway. So the conclusion is that DIY Bio needs gold or platinum electrodes. Yes. Als je de spanning omhoog doet, dan gaat in principe de stroom omlaag. En dan heb je minder last van dat elektrolyse effect. This is a linear relation between voltage and current. Het algemene plaatje is dat de blue color, this is rust. Linear. And this is oxygen and hydrogen. Dat is volgens mij. Look, there's a. Oh, this is explosive now. At the right concentration, yeah, it will explode. We can do it in the end, you know. Like an explosion. Yeah, it precipitates. Yeah, right. What? Neerslaan. Yeah, neerslaan, precipiteren. So, I think we can try the transilluminator anyway. Okay. And see if we see any DNA. Het wordt met blauwe licht aangeslagen. Dan gaat het op een andere frequentie die we niet meer weten. Het licht af. Moet het niet even afgedroogd worden? Anders dan. Oeh, dat past echt maar net. Ik denk een klont agar wordt nu tussen zijn plaatjes geperst. Ik zie geen fruity sensor. Misschien is het ook de gel te dik. Ja. Ik zie wel iets diffuus groen licht. There's been a lot of DNA produced and the DNA binds to the fluorescent dye. And the dye is excited by the blue light. Do you see it? So, yeah, well, do you see a green glow or not? Yeah. Yeah. Yeah, I really want to see it. It's not good enough. Yeah, well. Hold it. Als het goed is. Is dit zo. Is het blok haar? Jongen die daar juist op neerslaan. Oh, is a good idea. Zou het werken? Is die ijzer? Yeah. Is dit giftige? Ja. You can see it illuminates. Yeah, around the slots there is more illumination and further away, but it's inconclusive. It's a bit inconclusive. I think so, yeah. It looks like there's DNA everywhere. Hij zegt dat het moeilijk is om hier een beslissing over te maken. Je ziet wel een groene gloed. Dat zou betekenen dat er dus best wel veel DNA in het gel zit. Alleen, je ziet geen niet echt duidelijke definities van bepaalde bandjes of dingen die je zou verwachten. Het heeft misschien te maken met dat de buffer ook helemaal groen is. Zijn die gewoon afgeslacht? Dat lijkt het wel. Nee, net hadden we het andersom geredeneerd. Nee. Je krijgt waterstofgas, waardoor je haartjes onttrekt uit je oplossing, toch? Oké. Okay. Ja. Dus je krijgt een lager hoeveelheid H+ aan die kant, waardoor je pH. There are different definitions of failure. And this, I would say, is a great success because we learned a lot, had a lot of fun, and we know where it went wrong. So we actually discovered something that we didn't even know before. We now discovered that we should use a platinum electrode and not a simple wire. So yeah, it's new insights, new knowledge, and we all had a lot of fun. Dat is een nice feature. Ja, patentrecht. Ja. Maar omdat het patent is afgelopen, mogen wij deze dus maken. En wij hebben dus ook weer een bouwpakketje gekocht van een fablab BioCurious in de Verenigde Staten, dat we een keer eerder in elkaar hebben gezet. Maar Pieter is weer zijn eigen PCR aan het bouwen, die het verwarmings- en het afkoelproces op een andere manier doet. Hij schuift namelijk het DNA-fragment op en neer, in plaats van dat hij het op één en dezelfde plek afkoelt. En zijn methode, als hij lukt, ze zijn een prototype aan het maken, als het hem lukt, dan kan het veel, veel gecontroleerder. Ik vind dit een heel interessante ontwikkeling. Het feit dat dit deze hele retoriek, deze hele machine van gedachten en apparaten, dat die uit de
miljoenen laboratoria nu gewoon naar onze, zeg maar, bijna huiskamers terechtkomt. Dat betekent dat wij ons inderdaad zelf met onze eigen handen een mening kunnen vormen over waar gaat het eigenlijk over. En dat het, ja, is ook zo'n democratisering van kennis, maar ook een democratisering van creativiteit. He, dat is ook dat je die vraag kunnen stellen, niet alleen maar erover na kunnen denken, met je handen kunnen stellen. Dat is gewoon een exponent van die hele, vind ik bijzonder interessant. Ook heel belangrijk dat het gebeurt. Ook wel heel, aan de andere kant wel heel duister ook. He, dat nu inderdaad, maar dat geldt eigenlijk voor het hele FabLab ook. Maar dan kun je, nu kan ineens iedereen zijn vuurwapens printen.